Hij gaat komen. Davy Klaassen, dat is niet verbazingwekkend. Of toch wel. Tijdens het trainingskamp in Turkije moest Davy Klaassen nog afhaken met knieklachten. Maar het herstel verliep in de afgelopen week wonderbaarlijk snel. En zorgde in de aanloop naar de klassieker voor goed nieuws. Ja, ik kan gewoon beginnen. En ik voel me eigenlijk steeds beter. Ik heb eigenlijk geen last meer van de knie. Dat is hartstikke goed nieuws. Ja, zeker. Na die vrijdag dat ik nog wel last had, is het eigenlijk helemaal beter gegaan. En nu voel ik eigenlijk zonder problemen. Dat had je eigenlijk niet verwacht een week of twee geleden? Nee, ik had eerder verwacht dat ik misschien geopereerd zou moeten worden. Maar ja, uiteindelijk ben ik er toch overheen gekomen en daar ben ik wel heel blij mee. Nou ja, op het moment dat je die blessure oploopt, is dat wel een van de eerste dingen waar je aan denkt. En op een gegeven moment gaat het maar niet over en dan denk je, dan moet ik misschien toch die wedstrijd gaan missen. En, als je uiteindelijk dan toch mee kan doen, is hartstikke mooi. Een overwinning op jezelf? Ja, nee, zeker weten. En, dat is toch wel een hele speciale wedstrijd om bij te zien. Zie je jezelf al in de spelerstunnel staan, vlak voor de wedstrijd? Ja, daar heb ik wel van nagedacht. Ja. Ik heb heel veel zin in. Hoe ziet het eruit? Ja, dat het allemaal in het stadion net iets anders voelt. En, je voelt inderdaad dat het Ajax Feyenoord is. En dat is gewoon heel mooi. Is dat een kippenvel moment? Ja, zeker weten. Altijd weer. Je geeft in ieder geval alles wat je hebt. En, voor zulke wedstrijden hoef je niet gemotiveerd te worden. Dat is echt... Dat is standaard. Jij hoeft volgens mij nooit gemotiveerd te worden. Nee, dat klopt. Nee. Nee, maar zulke wedstrijden brengen toch wat extra's in. Ja, dan loop je toch net nog even die 10% extra. En met die 10% extra hoopt Klaassen weer op sprankelend voetbal en een overwinning. Zoals regelmatig het geval was op eigen veld voor de winterstop. Zo hoopt de ploeg de matige reeks van de afgelopen weken om te buigen in de klassieker. We zitten natuurlijk niet in de beste periode en zondag wint ze dat een hele mooie opsteker zijn. Ja, dit zou een hele mooie wedstrijd zijn om te winnen en ik denk dat we er alles aan gaan doen. Het is alweer de derde klassieker van het seizoen. In de beker verloor Ajax in de slotfase met 1-0. In de competitie werd met 1-1 gelijk gespeeld. De competitiewedstrijd was eerst dat het minder vond ik en de tweede helft kwamen we dan weer iets beter. Eigenlijk niet met optimaal resultaat natuurlijk. Younes, Milik, Klaassen aan de rechterkant. Tete komt ook. Dit is Klaassen voor het schot. Wordt even van richting veranderd en valt binnen. Het is 1-1. De eerste goal tegen Feyenoord in het eerste. En, op dat moment doet dat zoveel met je. En, dat is een hele mooie moment. Stiekem zitten dromen over nog een doelpunt komende zondag in Arena. Ja, tuurlijk, maar dan wel het liefst met de winst erbij, anders heb je er niet zoveel van. Ik verwacht zondag dat Feyenoord hier niet komt om echt aan te gaan vallen. Maar ik denk toch dat wij wel de favoriet zijn en wij moeten deze wedstrijd gewoon winnen. Ajax Feyenoord staat zondag ook in het teken van het afscheid van John Heitinga. De Ajax-ziet maakte 14,5 jaar geleden ook zijn debuut tijdens de klassieker. Ja, dat is wel een heel speciaal moment denk ik voor alle Ajaxiërs dat Johnny afscheid gaat nemen bij zo'n wedstrijd. En, dat heeft hij verdiend. Ajax gaat er alles aan doen om Heitinga een passend afscheidscadeau mee te geven in de vorm van een overwinning. Het is John Heitinga die het doet en Ajax staat op 2-0. Als jullie winnen, draag je dan een zege aan hem op? Ja, ik denk het wel. Ja. Het is toch wel, je wilt natuurlijk ook winnen gewoon voor het team, maar ook zeker voor John dat hij een mooi afscheid krijgt.